staat. En dan straks de kortkorting is. En nu gaan we enige formaliteiten te doen hebben. Ik moet namelijk ook eens een keer zijn gezin de schop onderscheiden. Ingen Jules Grootse Orden in de reed. En dat hebben we ook heel goed op de tiefer. Anders dan zitten we altijd bij in dat triage. Of we zitten in de bus, of we zitten in de auto. En we moeten weer binnen en we moeten weer door. Nou, weer gezellig om los met z'n allen. Kunnen we dat heel fijn doen. Prins, voorzeker eerste. Echtgenote Jolanda, de kener. Al enige familie is van het hier binnen. Fijn dat je er ziet. Je ziet ook weer stralend uit, moet ik zeggen, want dat hebben we nog in de knappe prins. Zullen we niet meer kunnen, maar we zitten zwaar. En Roger, ik vind uw eerste taak is dan toch vervlogend. Voordat we zo dadelijk aan de grote receptie gaan beginnen. En zo gaan we het even gebeuren, dan zal hij aan de linkerkant onze ceremoniemeester Jan het hiel, reilen en zeilen van de robentje onder zijn vleugels nemen. En dat is Jan best overtuigd, want het heeft al jaren en jaren ervaringen. En daar zal ik al niet te veel meer over te zamen. Maar Roger, ik vind dat je nou toch aan de beurs zit met mijn familie, een directe familie, een eerste blootline, om zo maar te zeggen. Een onderscheiding van de orde van de prins van Bam Wilma te gewoon overhandigen. En dan geef ik nou even de gelegenheid. Eerst plaats de kapel, hartelijk welkom, Rot van Elf natuurlijk ook. Fijn dat je hier wilt zien om dit receptie muzikaal bij te staan. Ik heb al een keer van het mogen genieten, dat weet u, hoop ik. Nou, ik hoop dat we, het zal wel wat drukker weer neer we gaan dan met de uitroping, dat hoor ik dan toch. Maar er komen nog wat bussen aan, heb ik begrepen. Dus ik hoop dat je straks plaats genoeg hebt. Inderdaad, ik wil zeker vandaag mijn vrouw Jolanda en mijn wichter, dus Joris, de oudste, en Wouter, in mijn orde onderscheiden. Ze hebben me gewend en ik ook lid ben van de Rockstekers. We hebben dit jaar het 7x11 gehad, dus we hebben het erg druk gehad. Ik heb mijn wichter en mijn vrouw heel weinig gezien. Gisteren ziet Joris nog heel terecht van, gooi nu wel weer weg. Ja, wat komt inderdaad alweer weer weg. We vandaag mogen erbij zijn. Verder dat jullie achter me staan en mijn wichtertje zijn, wil ik het graag onderscheiden in mijn orde van de Bam Wilma. En dan begin ik met mama. Ja? Goed, wel zwaar. Salut! Jorisje, van papa. Wees onderscheiden. Alsjeblieft. Maar met die andere mensen houdt zich altijd wat beter. Goed, ook niet. Salut! Onderscheiden. Wanneer heb ik nog twee mensen net metgenomen. Dat zijn Jos en Nelly, die willen graag even een vuur hebben. Nelly, Jolanda het werk wordt half. Salut! Jos. Salut! Maar, hoe ga ik onderscheiden? Salut! Thank you.
Is nog weer een zuur, ja. Kijk eens aan. Dankjewel. Waar is dat dan? Waar is dat? Namens Roos Glebel hebben een paar kleinigheidjes als cadeautjes aan te bieden. We zullen helemaal vuur aan beginnen en dan zal ik een klein beetje doen dat die les de hoogte kunnen weten geven. Als er in die douche zit, dan zal ik even een klein beetje uitleggen geven. Verder steeds met de vuurrijkantje zit. En die hebben we bovenop gezet. De ene is van het S, dat is een Wulp. En de Wulp is nog wel altijd zoen. Dat heeft wat te maken heeft met gewichten, meer gewichten. Je kunt zien dat beton zwommer is met hout. Want de zaak heeft aan over wat de kant van hout. En ik denk dat aan de dingen die op de zeer veel. Mooi smaken. Jos, de kieger wat. En dan niet vergeten natuurlijk ook van Jolanda. Dat is de beste collega's van de Houtse Glebel, Gertje wat dat betreft een vooruitziende blik. Want ik denk inderdaad dat de WUP op een zeer korte termijn, dat is misschien maar geen goeds meer, maar over het hel inderdaad naar de Houtse Glebel toe. Daar wil ik inderdaad de komende tijd heel veel energie in gaan steken. Dus de tijd die ik voor de betonfabriek de komende tijd gebruik, zal een stuk minder weer. Dus het zal precies hangen zo gewoon weer, zoals het er nog iets ziet. Ik wil u hartelijk bedanken voor... Die ook even kunnen zien. Zeker zin maar met een kleine delegatie. Van de keuken op dat Noorden en Oude receptie moesten. We hebben gewoon door een keuken op Zuid op Moezel. Dus dat is de reden dat we wat minder man zien. Ik vind het hartstikke fijn dat jullie hier nog heel veel jaar de Barcelona veren. Op deze manier. Dat is fantastisch. En ja, we zitten hier ook komen om ook even te onderscheiden. En dat wil ik doen in de orde van een bikkelkie. En dat bikkelkie dat heb ik. Dat heb ik bedacht, omdat we eenmaal met de adjudant doen het ook, wij fietsen bij mountainbiken. En die mountainbikers doen ook wel een beetje op bikkelaar. Salut! Sorry. Hallo? Thank you.
ik sluit natuurlijk af met mijn devies van die dag. En mijn devies is een lekker glaasje, een gekke moel. Dat is bereikt me vastlovend. Bedoel. Hartstikke fijn dat je gekomen, want ik stond inderdaad van de kieken dat je hier zit, omdat ik weet dat je een groot spektakel hebt. Misschien ben je het niet, maar ik kom van Zuid. Ik ben geboren op Zuid, op Kiens, op Schakelstraat. Ik ben getogen in de Engelbrechtstraat op Moezel. Dus ik heb de eerste 22, nee, lang. En oh, op een Graafsweg, dat is ook niet Zuid, hè, joh. Goed gebied. De eerste 28 jaar van mijn leven heb ik op Zuid gewoond. Fijn dat je zit gekomen. Ik heb van dit jaar voor het eerst gehuurd van het spektakel op Zuid. Misschien wel schouw, dat kun je misschien op de wielen akker wonen. Net niet het helemaal door is gekomen. Ik vind het schoon dat je met de Werkers Cup een eigen feestdans, een eigen spektakel, een eigen cachet geeft aan de vastelovend. Prins Roger en prinses, maar zijn het een beetje aan vasten. Ik kom recht van St. Louisa, want ik heb een cup in Wimmy. We hebben het allemaal hartstikke druk. En we hebben juist gekijkt over een stukje. Ik zeg, ik kom er tussenuit. Ik zeg, want in die wiert is er nog een stukje. En dan zei zo rond, kietje en klopje, toch nog. Dankjewel. Merci. Ik wil ik ook bedanken voor de komst heen en toe. Ik moet je vragen of je wilt dat je langs wilt sturen om een lekker tassopjes te komen maken. En ik kon je zelf ook mee. Ja, wij kennen elkaar inderdaad al heel wat jaren. Ik heb ook leren kennen als natuurlijk de artiest op de bühne. En daarna wat beter leren kennen als regisseur, samen met Wilmer Gelderhoff inderdaad. En de laatste jaren zijn we steeds actief achter de coulissen, achter de gardinen zelfs, als souffleur.
is mijn trainingsvloer uit een poepzak. Petje meteen van de achterbodige. En Roger, en tot hij binnenkomt. Groene, zoen. Laat zien hoe het er even is. Houd dat hele wereld maar gebeuren in ere. En natuurlijk is het zo,
en de prins van de verdomme naar het maar dat kost een paar centen. En daar doelde Roger natuurlijk op, ik heb nog niks gehad. Vul het maar in. Vorig jaar waren er 2 vaten bier van mij, maar vaak er dit jaar 3 van. Zijn. Het was een hele weg hierin, maar toch gekomen. Prins Roger, dankjewel voor jullie uitnodiging dat wij hier mogen zijn. Want hier is Theo en een lekker flesje, tot s'avonds een keer. Geniet ervan. En ik wil jou graag mijn persoonlijke onderscheiding opgedragen. En jou een hele fijne carnaval toe te wensen. Onder mijn lezen, Brouwerschat, een gat om van te houden. Allah. Prins Nant, ik zie hem dat ze met u een hele grote prins binnen hebben gehad. Nog een stukje meer aan de veer hangen niet meer van de oren af. Ik ben heel blij dat je de wieg naar de nieuwe wieg gevonden hebt. Naar mijn receptie toe te komen. Ik hoop natuurlijk ook dat je met z'n allen een heel schone vaste loopt. Ja, het spijt me eigenlijk af. Ik zit zo rond te kijken, maar ik ben schoot in het Senegal. Ik wens jullie allemaal een hele schone vaste loon. Ik wil je bedanken voor de komst. En ik hoop dat ik met die dag toch nog kan zien. Dank u. Wat we al samen hebben meegemaakt. Beste mensen, we zijn een vastloonvereniging. Komende moet een bedrijf. Op zich is dat natuurlijk al een stukje uniek. We bestaan als meer als 34 jaar. En het schoenen ervan is, Henk Koning, volwaardig lid, Henk Koning, weer maakt zoiets. Dan moet je als een creativiteit op los. En dan kan echter een verhaal beter zinnen. We al samen een klein beetje kies mee. En toch huurt het inderdaad een prachtstuk werk. Heel liggen de mallen, dus je ziet als bedrijfsleider eigenlijk op. Met heet in ieder geval met de kraan, dan kun je voorlopig al even naar boven leren om te kijken hoe dit zo in vuren. Als hij ooit goed doorgroeien. En misschien wel algemeen. Henk, die weer heeft het goed gesucceerd. Maar ook heel vastloonvereniging bedanken voor dit zeer ludieke cadeau. En ik zal de schoen plaats geven. Ik hoop dat dit een beetje in kan drukken, dat het heel lang op die plaat kan blijven staan. En natuurlijk wil ik mijn devies wel even benoemen. Want ik vind dat je onder dat devies allemaal een vastloon moet gevieren dit jaar. En dat is maak plezier, maak loon, dan houd je het langste vol. Hey!
Engels. Ceremoniemeester. Zou jij nog heel even de microfoon van mij vast willen houden? Uiteraard, Joost. Ik heb flink op mijn oren gekregen. Ik was spullen de wies vergeten. Dat heb ik bij deze goed gemaakt. Het schoonste was, presidentje was er zelf bij. En het is Valentijndag. Hey! Prins Roger of Roger of Wederzijnmaak, want ze zijn overal anders, hartelijk gefeliciteerd zijn met de uitroping bij de Wilma BAM HBG. Dat heb je helemaal netjes in orde, want voor je het weet is hij alles rood, geel en groen. Als je van 13 afkomt, er stond groen containers, er stond geel containers, met te verschillen al rooi bandje op de containers. Tje, dat heb je goed in de gaten, over een paar jaar is hij alles in vaste oven kleuren. Nu wil ik nog één ding opmerken. Ik kreeg ze flink op mijn koering. Op Oostreceptie. Maar wat zien jullie nou eigenlijk? Een vaste Noordwindvereniging, een carnavalsvereniging of de ontspanningsvereniging van Wilma? Dat is ook heel duidelijk hoe het uren bleef. Want het is eigenlijk een ontspanningsvereniging, maar dat is niet ook een carnavalsvereniging. Die is geadresseerd aan de Bengels ter attentie van mevrouw Geurt Loverstraat 15 in Maastricht. En we heen zijn. Maar we zijn niet gekomen om een gegeten les te leren. Nee, we zijn gekomen om Roger te feliciteren met de uitroping. En Wim kan dat beter doen dan zijn eigen prins, prins Johan de Eerste. Nou, dankjewel, Rochot. Volgende keer mag ik spullen de wies feliciteren met alles. Ja, dan wil je op je geval een fijne dag is. Prins Roger, ik wil ik van harte feliciteren met de uitroeping. Ik heb gehuurd en hij is zo blij hoort de voortlaag in de tuin als goed gehoord van het prinsenpark aan. Dus geen zin eigen zin in, dat heb ik wel begrepen. Ik moet zeggen, heel onbekend is er wel om mijn oud niet. Ik ben zelf ook jong op tennis bij de Wilma. Ik heb ook wel eens gezien, ik dacht dat alle prinsen tennissen, maar dat is niet wel niet. Maar... Fijn dat ze gekomen. Prins Johan, prinses Caroline en president of vorst Jos. Hoe zit het? Ik ben heel veel veren overal. Fijn dat ze gekomen. Ik kan natuurlijk wel zeggen dat je met die kaart of nu in Maastricht, dat wij blij mogen zijn dat je gekomen. Maar volgens mij ga je, omdat je met z'n vallen zit, goed geweten dat de drank even rekkers goedkoop is. En ben gezien natuurlijk van harte welkom. Natuurlijk wens ik u ook allemaal een hele schone vastelovend toe. En ik wil ook van mijn kant een paar mensen een onderscheiding geven. Dat zie jij natuurlijk als eerste, prins Johan en de prinses Caroline. Daarnaast wil ik de jubilaris van dit jaar en de mensen hoe ik dekker ben in de kraan ben gekroepen. En hoe we dek. En dat kan ik nu wel zeggen, een paar oor lekker kost door je oren, over van alles en nog wat. En even goed zicht aan je op alles. Dat is natuurlijk Wim.
Die wil ik onderscheiden en dan wil ik er nog één onderscheiden. Dat is de minste hier wat Steinbumeek weg heeft gelacht. In de tijd dat ik aan het bouwen woon op de Muurlakker. En dat deed je samen met een van de resten. En dat is Piet. Die veel mensen wil ik hier even de vuren volgen. Een min onderscheiden om ontvangst te nemen. Salut.